Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, MIX 2018 rapport gelanceerd. Samenwerking Suriname-Barbados nader bekeken. Dag der Migranten, eerste zondag van september. En Corps en Youth Officers van de CARICOM en UNSDG Jeugdambassadeurs geïnstalleerd. In november 2018 had de premier van Barbados, Mia Motley, een officieel bezoek gebracht aan Suriname. Tijdens dit bezoek zijn de mogelijkheden bekeken waar Suriname en Barbados een samenwerking kunnen aangaan. Ambassadeur Chantal Elzenhout, CARICOM-ambassadeur, legde uit welke overeenkomst gesloten is tijdens dat bezoek. Ook geeft zij aan wat de bedoeling is van het bezoek van een delegatie uit Barbados die momenteel in Suriname vertoeft. Zoals u bekend is dus de premier van Barbados heeft een bezoek afgelegd aan Suriname, officieel werkbezoek in november 2018, waarbij er dus gesprekken zijn gevoerd met de president van de Republiek Suriname en verschillende vakministeries. Tijdens dat bezoek is er dus gekeken naar verschillende gebieden waarop Suriname en Barbados de samenwerking kunnen versterken. En dat bezoek heeft dus geresulteerd in het Brokopondo Program for Cooperation 2018-2021. In dat Brokopondo-programma zijn er een 16-tal werkgebieden uitgekozen of geïdentificeerd, waarin dus gekeken gaat worden op welke manier we verder deze samenwerking dus kunnen verdiepen. Met de komst van de Special Envoy, er is dus een speciaal zaakgelastigde door de premier van Barbados aangewezen. En die mevrouw komt vanmiddag aan met een delegatie. En het ligt dus in de bedoeling dat samen met betrokkenen en haar delegatie de komende 6 maanden inhoud gegeven gaat worden aan dit Brokopondo programma voor actie. In het Brokopondo programma voor coöperatie, samenwerking, zijn 16-tal werkgebieden geïdentificeerd. Waarop we dus ons gaan toeleggen in de samenwerking om deze verder te verdiepen. Nu is tijdens dat werkbezoek van de premier in Suriname is ook de afspraak gemaakt dat de speciaal afgezant naar Suriname zou worden toegezonden om samen met Suriname dus de implementatie van dit programma ter hand te nemen. De komst, de delegatie die vanmiddag aankomt, dat is dus de speciaal afgezant zoals aangegeven en zij komt met een delegatie van vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw van Barbados en van Buitenlandse Zaken. En met de komst van deze delegatie wordt dus een aanzet gegeven aan coördinatie, het monitoren van de implementatie van dit programma. Het gaat dus een behoorlijke focus zijn op landbouw. Dat was tijdens het werkbezoek van de premier al heel erg duidelijk. Zoals u bekent, Suriname heeft ontzettend veel vruchtbaar grondgebied. En het is natuurlijk ook een onderdeel van de visie om te kijken hoe wij kunnen bijdragen aan de voedselveiligheid van de regio, waaronder het Caribisch gebied dus. Dus tegen die achtergrond gaat er een behoorlijke zware focus zijn in eerste aanleg op landbouw. Handel, toerisme. En men gaat dus ook kijken naar de mogelijkheid voor investeringen. Er is ook interesse op het gebied van onderwijs, samenwerking en ook het gebied van sport en jeugdzaken. Een ander belangrijk aspect dat ik wilde aangeven is natuurlijk ook het aspect van transport. Zowel te water als in de lucht om te kijken hoe wij de connecties met de rest van het Caribisch gebied en in dit geval dus Barbados verder kunnen uitbreiden. Nou, in termen van gemaakte afspraken, ik denk dat wanneer de delegatie komt dat we verder in de diepte zullen gaan over op welke wijze er dus invulling gegeven zal worden aan dit van Black Belly schapen. Barbados is dus bezig zijn kudde verder uit te breiden. Suriname heeft natuurlijk ook, nogmaals, hebben we dus weer dat van het grondgebied. Dus we gaan dus nu kijken hoe we wat zij te bieden hebben en wat Suriname te bieden heeft samen te brengen. Om inderdaad invulling te geven aan het verder uitbreiden. Dat kan dus bijvoorbeeld resulteren in dat er in Suriname meer dieren gekweekt worden. Die dan uiteindelijk op regelmatige basis geëxporteerd zullen worden. Maar ook dat er dus daar gewerkt wordt aan de uitbreiding van de kudde. Maar dan met de dieren die dus in Suriname gekweekt worden. Dus dat zijn de concrete afspraken waar men nu gaat kijken op welke manier daaraan invulling gegeven kan worden. Nou, de volledige delegatie blijft de week, maar de speciaal afgezant die zal dus met onderbrekingen voor een periode van 6 maanden in Suriname aanwezig zijn.
Het ligt dus in de bedoeling dat ze om de zoveel tijd teruggaat. En wat er dus in Suriname besproken is, dat zij dat terugbrengt naar Barbados. De mensen in stelling brengt die noodzakelijk zullen zijn om follow-up te geven. Dus dat die uitwisseling op een constante basis geschiedt. Maar in totaal zal ze dus voor 6 maanden in Suriname zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het Suriname Multiple Indicators Cluster Survey MIX 2018 rapport gelanceerd. MIX is een onderzoeksmethode om de situatie en het welzijn van vrouwen en kinderen te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de Sustainable Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoelen. Wij leggen de focus op dit moment. Zoals u gehoord hebt, hebben we dus we zijn de voorbereiding gestart in 2017 al. Hè? En een belangrijk deel van het technisch werk is ook in 2017 afgewerkt. De listing, hè? Dus dat is een beetje technisch. Als je geen algemene telling gaat houden, je doet een steekproefonderzoek, hè? Een sample survey, dan moet je, omdat er natuurlijk na de laatste volkstelling, die is bij ons in 2012 geweest, dan vinden er veranderingen plaats. Dat betekent dat je eerst een voorbereidend veldwerk moet verrichten. Je gaat het veld in en je gaat listen. Wat is er veranderd? Wat is er bijgekomen? Wat is eraf gegaan? Dat list je om een behoorlijk steekproefkader te hebben. En op basis daarvan ga je dan je mixclusters trekken. Die clusters, dat zijn dus kleine eenheden, omdat er een clustersteekproef is getrokken. Dat is efficiënter dan een gewone enkelvoudig aselecte steekproef. In 2017 gestart met de voorbereiding. De daadwerkelijke dataverzameling die heeft vorig jaar plaatsgevonden, zoals ik aangaf, van maart tot en met augustus. En nu is het de launch van de resultaten van dat onderzoek. Pagina 1 van de jaarrede 2019 stelt president Bouterse in de eerste alinea het volgende. Ik citeer. Laat mij allereerst duidelijk vaststellen, mevrouw de voorzitter, dat onder alle omstandigheden de bestaansgaranties van ons volk niet mogen en niet zullen worden uitgehold. Onze sociale beschermingspolitiek zal onverkort worden voortgezet. Ontwikkeling is voor ons een integraal concept met vele facetten, aspecten en dimensies. Hierbij zijn in onze visie de uiteindelijke doelstellingen sociaal van aard. Uiteindelijk gaat het in het leven om het geluk, de vrijheid en het welzijn van de mens. Daarom is maatschappelijke stabiliteit als uiteindelijke doelstelling van ontwikkeling voor ons een dictaat. Einde citaat. Voor regering Bouterse Adien staat voorop dat zij zich blijft inspannen voor de sociale ontwikkeling van de Surinaamse samenleving in het algemeen en het ontwikkelen van het Surinaams menselijk kapitaal in het bijzonder. Deze inspanningen hebben een effectievere impact als ze gebaseerd zijn op wetenschappelijke data van de sociale en economische situatie van het land. Vanuit dat oogpunt bekeken heeft de regering van Suriname prioriteit gegeven aan de implementatie van de 6e ronde van de Multiple Indicators Cluster Survey MIX voor Suriname. Zoals u al zoveel malen hebt gehoord vandaag, MIX is een landelijk onderzoek dat door UNICEF is ontwikkeld om de situatie van vrouwen en kinderen te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de implementatie
van de Sustainable Development Goals in Suriname. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft onlangs de Youth Officers geïnstalleerd. Er zijn 12 Youth Officers voor CARICOM Jeugdambassadeurs, 19 Youth Officers voor UNSDG Jeugdambassadeurs en 5 Youth Advisors geïnstalleerd. Met de installatie van de twee korpsen wordt er invulling gegeven aan het jeugdbeleid waar de regering achter staat. O, de aarde moeder van de helden, o, de aan het land van de liefde. Ode aan het land, de rijkdom. Al lijkt het niet zo in de realiteit. Soms belaat al die dingen. God is met mijn land, dus aan de strijden zal ze winnen. We zullen blijven bidden. Alleen lukt het aardig, maar samen zijn we sterker. Niet blijven klagen, zo wordt het alleen erger. Ik wil niet alleen genieten, maar ik wil ook werken voor dit land. Ik wil niet alleen leven, maar ik wil ook sterven voor dit land. Het CARICOM Youth Ambassadeurs programma is er voor de Surinaamse jeugd. Het doet mij daarom enorm goed om te weten dat meer dan 100 jongeren voor deze functie hebben gesolliciteerd. Tijdens het sollicitatieproces hebben jullie bewezen dat jullie alles eraan willen doen om samen met ons het werk voort te zetten hier in Suriname. Verder weten jullie ook dat wij als CARICOM jeugdambassadeurs tezamen met de youth officers samen moeten gaan kijken naar een plan, zodat wij het programma op een heel waardige manier hier kunnen gaan uitdragen. Het doet me daarom enorm goed dat u hier zit voor de grote dag, de installatie. U heeft verder ook getoond dat u alvorens de installatie zich heeft ingezet op het gebied van projecten. We hebben onlangs de 10K voor CARICOM Day georganiseerd, waarbij het korps zich heeft ingezet, ook al u nog niet geïnstalleerd was officieel, maar u heeft u ingezet om samen met ons het programma uit te dragen. Ik doe daarom wederom een beroep op jullie, om jullie hard in te zetten. We kunnen het werk niet alleen doen. Zonder jullie zijn we er niet. Zonder jullie kunnen wij de ministers van Sport en Jeugdzaken ook niet helpen om het jeugdbeleid naar een grotere hoogte te brengen. Het doet mij enorm goed om vandaag hier te mogen zijn bij dit heugdelijk feit. Omdat wij als jeugdambassadeurs nu ons team compleet kunnen maken. Omdat na deze installatie wij waardig kunnen zeggen dat wij een team hebben die ons zal ondersteunen. De UNSDG's, de United Nations Sustainable Development Goals, zijn simpelweg om de aarde een betere leefplek te maken voor mens, plant en dier. En als we kijken naar het aantal sollicitaties die binnen zijn gekomen, dan zien wij dat de jeugd en de jongeren van Suriname samen met ons het werk wil doen. Het is belangrijk dat wij vandaag, na de installatie, volwaardig kunnen zeggen dat we jeugdvertegenwoordigers zijn. Omdat we deel uitmaken van het Jeugdinstituut en wij eigenlijk los van de ideologie van onze ambassadeursprogramma's, ook de jongeren van Suriname mogen vertegenwoordigen. Als jullie goed hebben geluisterd naar mevrouw Georgette Grootvang en de heer Siverren, hebben jullie gehoord dat we bij CARICOM 100 zoveel kandidaten hadden en bij de UNSDG 70 zoveel. En u bent hier in een selecte groep van 20. Dus, voelt u het een beetje? Ja toch? Oké.
Laat me beginnen jullie alvast te feliciteren. Toch, u zit hier omdat u bent voorgedragen door de ambassadeurs. Zij vinden dat u in staat bent het werk te doen. En dat gaat u ook bewijzen, ja toch? Goed zo. Ik wil u van harte feliciteren met de nieuwe functie die u vanaf heden zult bekleden. En dat gaat u doen voor 2 jaren samen met conform zittingstermijn van de ambassadeurs. U bent conform staatsbesluit nummer 2 van 10 januari 2017 gekozen als de zijn youth officers en adviseurs van de UN SDG en CARICOM jeugdambassadeurs. Het bekleden van deze functie, zoals aangegeven door de voorgaande sprekers, gaat gepaard met uitdagingen. Maar daar bent u klaar voor. Mijn advies aan u is, blijf altijd gemotiveerd en probeer de taken naar eer en geweten uit te voeren. U bent nu een voorbeeldfiguur voor de jongeren. De jongeren gaan naar u opkijken. En u weet hoe onze president daarover denkt. Hoor. Hij zegt altijd, we moeten de jongeren heel vroeg bij betrekken. U weet dat we portfoliohouder zijn binnen CARICOM voor jeugd. U gaat letten op de kleine dingen zoals op tijd zijn, altijd netjes gekleed zijn. Want u bent een voorbeeldfiguur. Ik zeg niet dat u dat nu niet doet. Maar we moeten er nu extra op letten. Niet waar? Goed. Ik vraag u verder te handelen conform de taken en verantwoordelijkheden. Zoals u die zult krijgen, vervat in het schrijven die u straks gaat ontvangen tijdens uw installatie. Daar hebben we alles op papier gezet wat van u wordt verwacht. U bent als ondersteuning van de jeugdambassadeurs. We kennen de grote projecten die straks volgen. Als ik kijk naar UNSDG, het schoolpakkettenproject. Als ik kijk naar CARICOM, antidiscriminatieloop. Maar die 2 ambassadeurs kunnen niet overal in het district zijn, dus u gaat ze helpen. Ik wil u heel veel succes toewensen. De eerste zondag in de maand september wordt in het vervolg uitgeroepen tot de Dag der Migranten. Dit initiatief is voortgesproten uit de opmerking van de president die aangaf dat herdenkingen, thans verspreid over het hele jaar, gecentraliseerd moeten worden. We gaan nu in de uitvoering en we halen de groepen erbij om te zeggen hoe we die dag gaan invullen. Want dat... Het initiatief is voortgesproten uit een opmerking van de president dat het tijd wordt dat we die herdenkingen zo verspreid over het hele jaar in de hokjes moeten centraliseren, komen tot 1 dag. Omdat wat we doen met al die vieringen is proberen om de verschillende groepen dichter bij elkaar te brengen. We moeten naar een nationale eenheid, we moeten naar een natievorming. En hij zei, het zou goed zijn om te komen met 1 dag. Wij van die commissie hebben in tijd met al die groepen gesproken. En bij al die groepen leeft ook een eenheidsgedachte. Ze vinden dat we inderdaad eens een keer manifest moeten laten worden dat we een eenheid vormen. Vanuit die gedachte is voortgekomen om te komen met een dag der migranten. Waarbij we alle immigratiegroepen, alle migranten die nu nog komen, die herdenking laten hebben op dag der migranten. We'll be right back.
volk leidt zichzelf niet. Een volk wordt geleid. En de meest bewuste groepen in die samenleving, die bestuderen dingen en komen dan tot een conclusie van dit moet gebeuren. De regering heeft die beslissing genomen. We hebben de verschillende groepen geïnformeerd. En het enthousiasme is groot, want die zeggen ook ja, we hadden al lang moeten komen met één dag voor alle groepen. En op 1 september, die zondag, toevallig valt 1 september op een zondag. Maar in het vervolg is het elke eerste zondag in september gaan we gedenken de dag der migranten. Wat we nu nog moeten doen is invulling geven aan die dag. Hoe gaat die dag eruit zien? En dan zullen alle groepen, die Bromtjidjari, die Alakondre, al die groepen zullen aangeven wat ze in huis hebben en wat ze op die dag kunnen tentoonstellen. Dag der migranten, daar nemen we ook mee de Brazilianen die intussen ook zijn gearriveerd. En de Haitianen, straks ook nog de Venezolanen. Dus die mensen gaan er ook bij zijn. Dus die dag der migranten covert iedereen die naar Suriname is gekomen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.